naar het eind luistert, dan moet je allemaal een krat pollen meenemen. Iedereen met kratte palm door de stad. Was echt geweldig. Ja. We zijn begonnen trouwens. We zijn begonnen. Welkom allemaal. Nieuw seizoen. Topnemers. We vertellen even het verhaal voor wie al iets langer meegaat. En ook voor wie niet langer meegaat. Maar een tijdje terug, een paar jaar terug, dronken wij altijd palmen. Tegenwoordig hebben we prachtige biertjes van Bier & Co. Mag ik meteen die sponsor eventjes noemen, Stekel. En hadden we 50 kratten bier die ons eigenlijk helemaal achter ons stonden. Ja. Prachtig opgebouwd. Zoek er even op. En voor wie denkt dat wij gewoon dit doen omdat we dat leuk vinden. Nee, dit is keiharde money business. We hebben allemaal sponsoren. Die moeten wij noemen. En daar krijgen we natuurlijk ongelooflijk veel geld voor. Eén daarvan is Bier & Co. Die heb je al genoemd. Ik noem nog een keer. Verder? Ik wou bijna Streamzilla zeggen, want het heet tegenwoordig Jetstream uit Groningen. Zorg ervoor dat het stream bij iedereen thuis komt. We zitten hier in Freedom Lab in Amsterdam. Dus dat is het mooie pand van waaruit we uitzenden. En dan hebben we nog eentje. Dat is altijd een ingewikkelde. Ja, de hostingpartij. Ja, oh, dat gaat altijd fout. Johan, wat is het ook weer? PQR zorgt voor dat jullie elke week weer, of elke week, elke dag, de site van Fast Moving Targets kunnen zien. Maar goed, cut the crap, we gaan beginnen. Michael Tesla, jij bent van Cowork Paradise. Nou, alles met een paradijs in de naam hebben wij hier natuurlijk graag. Wat doen jullie? Ja, klopt. Ik ben van Cowork Paradise. We zijn een business mastermind retreat. Dat klinkt al heel mooi. Ja, het klinkt heel mooi. Iemand zei tegen ons, jullie zijn een retreat. En nadat we het al twee keer georganiseerd hadden, en toen zeiden we van nee, we doen geen yoga en meditatie en zo. En toen zei iemand, zoals Amerikaans, en die zei, jawel, wat jullie doen is een mastermind retreat. Wat we eigenlijk doen is, we brengen 12 succesvolle ondernemers, die allemaal 250.000 euro of meer omzet draaien over het afgelopen jaar. Die brengen wij naar Bali voor een maand. En dan gaan wij een maand co-worken. Dus wij faciliteren daar alles. We organiseren workshops. We gaan brainstormen met de hele groep. En we hebben daar eigenlijk een mastermind met 12 hele ambitieuze en succesvolle mensen die allemaal uit een ander land komen. Dus we hebben uit 17 verschillende landen ondernemers mee gehad. En dan hebben we echt de meest inspirerende maand die we maar kunnen verzinnen. En hoe vaak hebben jullie dat al gedaan? We zijn in 2015 begonnen, eind 2015. En we hebben 4 keer gedaan. En over 2 weken is de 5e maand. Ja, nou denk ik gelijk. Jullie zijn 2 jonge gasten. Wie zijn jullie nou dat je, zeg maar, succesvolle ondernemers vervolgens nog wat gaat leren? Weet je wel, hoe maak je die claim waar? Ja, mooi. Ik doe het samen met Lars Blokdijk. Lars Blokdijk, ik ben 27, Lars is 26. We zijn inderdaad, we komen net kijken. Maar we hebben wel al een beetje ervaring. Ik ben zelf de eigenaar van MijnCadeau.nl. MijnCadeau is het bedrijf waar ik fulltime mee bezig ben. Cowork is het meest toffe project wat ik kon bedenken daarnaast. En Lars is de oprichter en eigenaar van Vertellis. En eigenlijk gaan die twee bedrijven allebei heel erg goed. Maar eigenlijk gaan de mensen die meegaan, die zijn al veel verder dan wat wij zijn. Dus jullie leren eigenlijk heel veel door hun te laten betalen? Zeker weten. Wij leren eigenlijk zelf het meeste van. En dat is ook waarom we dit gecreëerd hebben. Echt gewoon, hoe vet is het? Ik heb een hoop vrienden om mij heen die allemaal veel verder zijn in hun business dan waar ik ben. En dan, omdat we allebei ambitieus zijn en allebei enthousiast zijn over wat we doen, ga ik vaak met vrienden wat eten en dan aan het eind van de avond ben ik echt onwijs enthousiast. Dan heb ik zoveel energie en dan kom ik thuis en het liefst in plaats van dat ik naar bed zou moeten gaan, dan wil ik het liefst nog aan het werk gaan. En toen dacht ik, hoe vet is het als we nou zo'n groep bij elkaar zetten van 12 ambitieuze en ook succesvolle mensen. Hoeveel energie moet er dan wel niet loskomen en wat kunnen we dan allemaal wel niet van elkaar gaan leren die maand? Ja, maar in alle ernst, ik denk dat iedereen wel eens denkt, als je op een hele mooie vakantiebestemming bent, ergens op een tropisch eiland of weet ik waar, dat je denkt, wow, kon ik maar hier wonen, kon ik maar mijn werk hier vandaan doen en weet je wat, dan gaan we geld verdienen. Weet je wat we doen? Dat doen wij ook vaak. We huren een pand en dan gaan we workshops geven. Ik denk dat iedereen dat wel eens denkt, als je rondloopt in zo'n mooi gebied. Maar jullie doen het gewoon. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, want vind maar eens de mensen. Want ik neem aan, wat betaal je voor zo'n maand? Inmiddels kost het 3800 euro de maand om met ons mee te gaan. All in? Behalve het vliegticket is dat al in. Dus inclusief villa, inclusief eten, de workshop. De prijs kan hem ook. Ja, die kan wel wat verder omhoog. Maar goed, los daarvan.
vind maar eens mensen die denken van, ja, hé, dat ga ik doen. Want dat is natuurlijk niet een hele gemiddelde propositie die jullie hebben. Nee, zeker niet. Nou, we hebben ook weer geleerd natuurlijk van de mensen die meegeweest zijn. Dat is echt, je wilt niet geloven, maar voor ons is het misschien nog wel het meest waardevol. Voor alle kennis die wij opdoen. Maar we zijn, Lars is vooral heel erg goed in Facebook marketing. Dat is ook waar hij bijvoorbeeld, Lars heeft Vertellers gelanceerd vorig jaar. En de eerste 3 maanden ze hebben een spelletje. Een spelletje om eigenlijk meer offline te gaan en het gesprek op gang te brengen tussen vrienden en familie. En de eerste 3 maanden hebben ze 30.000 stuks verkocht, volledig eigenlijk via Facebook marketing. Dus gelukkig is Lars mijn partner en die weet ook wel hoe we mensen moeten bereiken via onder andere Facebook. En daarbij targeten we heel specifiek. Maar terug even te komen op die waarde die wij kunnen leveren. Ik heb zelf 1,5 jaar in Bali gewoond. Lars heeft nu meer dan 1 jaar op Bali gewoond. Ik heb 7 jaar terug, 1,5 jaar op Bali mogen studeren. Ik spreek heel erg goed, zeker niet vloeiend, maar erg goed Indonesisch. Ik heb een heel groot netwerk. Dus op het moment dat ik in Bali kom, denk ik dat ik een stuk meer voor elkaar kan krijgen dan iemand die daar voor de eerste keer komt. En daarnaast... hebben we nu inmiddels dit 2,5 jaar terug zijn we dit gestart. Dus hebben we best wel wat ervaring, waardoor we zo'n groep best wel goed kunnen managen en daar een hele vette maand van kunnen maken. En wat is nou de essentie van wat die mensen met elkaar doen? Want als ik jullie site en zo lees, dan denk ik nou, het is niet. De kern zit niet in de workshops of zo met iemand die gaat vertellen hoe je dingen moet doen. Het is vooral heel erg gebaseerd op samen werken, co-worken. Zo heet het ook. Top. Ja, nee, ja, inderdaad. Iedereen die heeft zijn eigen bedrijf. Dus je gaat niet. Dus je gaat elkaar. Je bent geen collega of zo. Iedereen is echt zelfs een ondernemer. Maar doordat je als ondernemer vaak heb je een bepaald. Sta je meestal in je bedrijf bovenaan. En daarnaast heb je de andere collega's die een andere rol hebben in zo'n bedrijf. En die hebben ook andere problemen. Jij hebt het probleem. Ga ik morgen failliet bij wijze van spreken? Of moet ik die deal, moet ik die investeerder wel aantrekken? En je personeel heeft dat. Minder. Natuurlijk is die daar ook mee bezig, maar op een ander niveau. En als je dan met 12 van die mensen, ik denk op geen enkele plek ter wereld bijna bij elkaar, al zit je in Amsterdam, dan ga je naar je kantoortje en doe je eigen ding. Maar als je met 12 van die mensen zit die allemaal bezig zijn om investeringen op te halen, om allemaal om hun omzet te vergroten, om mensen aan te nemen of misschien te ontslaan. En dat je dat allemaal aan elkaar kan vragen van, hey, ik zit nu met dit probleem. En eigenlijk weet je bijna zeker dat iedereen wel op dit vlak iets heeft meegemaakt of daar betrokken bij is geweest. En heb je zo'n dosis aan kennis waar je van elkaar kan leren dat je zo ongelooflijk... je kan eigenlijk gewoon iedereen vragen hoe zou je dit doen, hoe zou je dat doen. En doordat iedereen uit een ander land kan, kan je ook nog een keer makkelijk je business uitbreiden met de hulp van iemand die zegt, hey, ken jij nog iemand in Duitsland? Want jij bent Duits, ik niet. Als het loopt, snap ik het. Hè? Dus als het helemaal loopt, dan kan je tegen andere mensen zeggen, kijk, deze mensen zijn geweest. En dus. Maar hoe hebben jullie de eerste keer tot een succes gemaakt? Want al deze mensen, ook al zet je 250.000 euro om, je hebt nog steeds eigenlijk een klein bedrijf waar iedereen gewoon snoeihard, 250 was toch? Maar wat er ook, waar iedereen snoeihard moet werken. Dus als je een maand weg gaat, dan ben je ook een maand weg van de operatie. Ja. Dus dan moet er een hele duidelijke reden zijn waarvan jij denkt van, dit gaat mij helpen in die volgende stap. Hoe hebben jullie dat die eerste keer voor elkaar gekregen? Ja, dat was nogal pittig. Dat moet ik wel toegeven. Dus de eerste keer, we hebben nu de grens van 250.000 euro en meer omzet. Maar dat hadden we in het begin niet. Dus in het begin, toen kon eigenlijk iedereen die een eigen bedrijf had mee. En daarbij hebben we ook via we hebben wat presentaties gegeven. We hebben via ons netwerk gevraagd, kennen jullie internationale mensen? En we hebben via ook de Facebook ads mensen toch waarschijnlijk zover gekregen dat ze dachten van oké, dit ziet er geloofwaardig genoeg uit, ook al heb ik nog geen bewijs gezien. Dan interviewen ze altijd van tevoren, dus we kijken, okay, is deze persoon, is dat iemand waar wij zelf een maand mee door zouden willen brengen? Ja. En zou die wat toevoegen aan de groep? En uiteindelijk in dat interview ga je ook dus eigenlijk hun vertrouwen proberen te winnen, dus dat zij denken van nou, die jongen heeft hele blauwe ogen. Ik durf wel geld naar hem over te maken om met zo'n maand mee te gaan. En ik denk ook dat dus het is behoorlijk strenge selectie aan de voorkant. Ja, we hebben een strenge. Maar doordat die selectie ook streng is en dat er ook mensen niet bij komen, zijn de mensen die er wel bij komen, die hebben wel het idee van oké, ik mag hierbij zitten. En ik denk dat een stukje vertrouwen geeft. Want dat was het eerste waar we echt heel erg tegenaan liepen, is dat we geen...
ja, of niet wisten, bestaat dit echt? En gaat het wel gebeuren? Is het niet een scam op online? Maar ja, ja. Dat is niet gebleken. En wat ik fascinerend vond in wat je opschrijft, ook in wat jullie doen en hoe je het doet, is dat denk ik heel veel mensen intuïtief denken, als jij met zo'n verhaal komt, oh, dan ga je op Bali zitten, vlakbij het strand, in een mooie villa, en massage, en dit en dat. Van de een en al afleiding, daar wordt dus gewoon niet gewerkt. Dat kan bijna niet. Terwijl jij schrijft dat jij vindt dat je juist door daar te gaan zitten, veel geconcentreerder kunt werken. Van, daar zit een soort tegenstrijdigheid in. Hoe werkt dat dan? Dat is inderdaad wat heel veel mensen denken. Is dat je daarvan, nou, iedereen zegt ook altijd, ik ga zaterdag weer naar Bali toe. En zeggen ze, nou, fijne vakantie weer, hè. En dan, nee jongens, ik ga daar aan het werk. En dat is het, want jij werkt daar ook gewoon voor je eigen bedrijf? Ja, ik werk daar ook gewoon. Ja. Kijk, die mensen daar zelf zijn natuurlijk voor de meeste tijd gewoon bezig aan hun eigen business. Dus die hebben het veel te druk. We hebben mensen meegehad met 500 man in dienst. Die kunnen niet een maand bij het zwembad gaan zitten. Dat kan helemaal niet. We hebben echt jongens met miljoenen omzet meegehad. Die kunnen niet een maand zeggen van, ik ga niks. En die willen dat ook helemaal niet, want dat is waar wij ze op toetsen. Willen deze jongens echt gaan. Maar waardoor je juist met ons mee zou moeten gaan. Kijk, dus iets wat heel mooi is, vind ik, is dat er een groot tijdsverschil is. Dus op het moment dat het 7 uur 's ochtends is in Bali, dan wordt daar een stuk eerder licht. Dus dan vogels en alles wordt je gewekt keurig. Om 7 uur staan wij altijd op. En dan, totdat het 2 uur 's middags is, krijg je geen mailtje. Je krijgt geen telefoontje, geen WhatsAppje, geen Facebook berichtje, geen welk pingetje ook. Ja. Dus tot die tijd kan jij aan dat project wat jij wil, ongestoord zonder interruptie werken. Ja, dat is voor veel mensen die, als je op kantoor hebt en je collega's, die komen voor vaak veel dingetjes, willen ze eventjes jou hebben. En als je er niet bent, dan blijkt opeens ook alles door te kunnen gaan. Maar op het moment dat je er wel bent, nou, dan wil ik het nog even aan je vragen, even ter zekerheid, die dingetjes. En als je er dan niet bent, dan kan je in één keer aan het project, wat je dus bijvoorbeeld een nieuwe investering op kan leveren, of de uitbreiding naar andere landen, kan je dan vol gas aan werken. En dat is zoveel meer waard dan dat ene vraagje over hoe de nieuwe printer cartridge heet te beantwoorden. Ja, ik had dat ook altijd heel erg in Amerika. Andersom hoor, daar heb je de ochtends dan, weet je, het tijdsverschil werkt andersom, maar daar weet je gewoon, daar heb je ochtends heb je nog communicatie. Ja. Weet je, heel vroeg begint dat al, maar je weet dat om een uur of 11, 12 is klaar. Ja. En dan begint de dag eigenlijk pas, maar dan weet je dat je de hele dag nog voor je hebt. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk ook in je vertrouwde omgeving, heb je natuurlijk allemaal verplichtingen. Je hebt de verjaardag je buurman en je hebt het feestje hier, je hebt alle etentjes, alle dingetjes. En daar heb je helemaal niks, want je kent alleen onze groep, je bent met onze groep, ik bepaal het programma en dat is wat er gaat gebeuren. Je bent helemaal vrij om volledig aan één ding te werken, dat is je business. En waar bestaat het programma uit? Het programma is dus 's ochtends, dan hebben we een dagstart zoals we noemen, dus dan spreken we met z'n allen, oké. Wat zijn jullie doelen? Hoe ga je dat bereiken? Voor die dag, per dag doe je dat? Ja, elke dag. Dus 's ochtends of kort tijdens het ontbijt. Dus beeld in, we hebben een prachtige villa, een mooi zwembad erin. We hebben personeel die ontbijt maakt. Dat is natuurlijk super. Dan vaak beginnen de mensen zelf, en dat is dan wat ze hoesten in. De een begint met yoga, de ander met mediteren, de ander met een workout op het strand. En de ander die draait zich nog een keer om. Maar daarna gaan we vaak met z'n allen ontbijten. En dan doen we een dagstart. Dus wat zijn je doelen? Hoe ga je dat bereiken? En van wie heb je hulp nodig? Nou, dan kunnen we dat allemaal aan elkaar natuurlijk vragen. Van joh, wil je me dan ook helpen met dit wat ik nodig heb? Nou ja, bijna iedereen is er altijd wel bereid toe. En daarnaast dan gaan we altijd met de scooter naar Coworkspace. Dus vanuit de villa rijden we dan naar Coworkspace. Dojo Bali is echt de mooiste plek ter wereld. Maar daarnaast ook een met de beste internet, denk ik, in Azië. Maar in ieder geval van Bali. Wat heel belangrijk is, daar heb je Skype Boots, daar heb je netwerken, ruimtes. Je hebt daar ook ruimtes waar je workshops zeg maar, vanuit de coworkspace kan krijgen. En daar kan je ongestoord werken. Het is ook weer lopen op een minuutje van het strand. Dus jij gaat zeg dat je om 8 uur zeg maar daarheen rijdt. Om 1 uur zeg je, jongens, ik ga eventjes naar het strand. Dat is dichterbij dan de Albert Heijn waar ik hier naartoe loop. En dan neem je een duik, met een kwartier ben je weer terug, je doet je laptop in de locker. Ja, ik heb dan wel zin om 's ochtends keihard te rammen, om mezelf daarna te belonen met een duik in de zee. En met een half uurtje ben je weer terug en dan ben je weer vol gas. En dan heb je een energie om door te knallen en de dingen die je wilt doen. En daarnaast is het ook nog 5 uur tijdsverschil. Dus als het in Nederland
Of als het in Bali 11 uur is, is het in Nederland 5 uur. Dus dan stopt zeg maar de dag een beetje. En dat kan je gewoon behappen via je mobiel waar je gewoon internet op hebt. En dan kan je de brandjes gewoon blussen, mocht dat nodig zijn. Ja. Maar het blijft dus heel erg een individueel gestuurd ding. Wat wil jij gaan doen? Het is niet per se de bedoeling, want we gaan met elkaar problemen tackelen of de wereld verbeteren of wat dan ook. Nee, zeker. Het is echt gericht op individueel. Dus jij vroeg ook op programma. We hebben geen schoolprogramma waarbij je van 9 tot 5... Ik ga niet iemand die 500 man in dienst heeft, ga ik niet vertellen wat hij een maand die dag moet doen. Wel, we geven hem dus de handreiking. Dus van, nou, we doen die dagstart met z'n allen, is lekker. Heb je helemaal helder, wat ga ik vandaag doen? Dan ga je om 5 uur 's middags, we hebben 3 keer per week een workshop. Dus wij vragen mensen op Bali, die er zijn een hoop expats, heel veel mensen die succesvol zijn geweest en eigenlijk daar zitten te rentenieren, die vragen wij, hey, kom je verhaal aan ons doen, kom dan wat leren. Doordat ik daar 1,5 jaar heb gezeten en Lars ook zo lang, hebben we een hoop mensen leren kennen. En we vragen ook de groep van, hebben jullie iets, omdat jullie allemaal interessante mensen, hebben jullie iets wat wij kunnen leren van je? Ja, dus ook intern worden. Wil je dat met ons delen? Of heb jij een probleem, dan gaan we daar een brainstorm moment van maken. Dan gaan we elke avond om 7 uur gaan we uit eten. Gaan we naar een ander restaurant. Dat is eigenlijk vooral het moment. Doordat je 's ochtends met elkaar besproken wat zijn je doelen en hoe ga je dat bereiken. Kan je s'avonds zeggen, jij zei dat je dit en dat ging doen. Hoe sta je ervoor? Is het nog gelukt? Of haal je ook elkaar een beetje accountable? Ja, je wil eigenlijk natuurlijk niet afgaan van, ja, ik zei wel dat ik die nieuwe site zou launchen vandaag. Maar uiteindelijk is het helemaal niet gelukt. Dat wil je eigenlijk niet. Dus zorg je wel dat je een tandje bijzet. Jullie doen allebei heb je eigenlijk een ander hoofdbedrijf, zou je kunnen zeggen. Ja. Maar als je nu hier naar kijkt, weet je wel, dat doen al die mensen met wie je spreekt daar ook. En wij spreken hier natuurlijk ook vaak. Scalable business, weet je wel, hoe kun je iets bedenken wat eenvoudig te herhalen is, waar te automatiseren is met techniek, et cetera. Wat is jullie doel hiermee? Is het genoeg om dit zo af en toe eens een maandje te doen of... Of moet dit echt een concept zijn wat uitgerold wordt? Nee, we willen het eigenlijk juist niet schaden. Dus ik denk allebei nog niet zoveel sollicitaties gehad als dat we op Cowork hebben, terwijl we helemaal geen vacatures hebben, zeg maar. Een hoop mensen die vragen ons, mag ik alsjeblieft bij jullie komen werken? Mensen die we kennen en ook mensen die we niet kennen. Omdat het zo'n tof project is. En dat is ook, ik heb zelf ook een mentor die mij businesswise begrijpt. Zegt, ja, vergeet ook niet hoe belangrijk gewoon de mooie dingen in het leven zijn. Je leert hier zoveel van. Het is zo waardevol. We zijn een tijdje terug benaderd door Bessemer Venture & Partners, een investeringsmaatschappij. Hele groot, die in Skype, LinkedIn alles heeft geïnvesteerd. En die zei niet dat hij ging investeren, maar die was gewoon aan de kijk van, joh, we kunnen eens praten. Dus ook, ja, als jullie dit groter willen maken, dan moeten jullie dit naar 5 landen gaan uitbreiden en dit zeg maar elke maand gaan doen. Zeg, ja. Wij willen het op een hele andere manier gaan schalen. En zij wilden ook dat we juist die drempel naar beneden gaan doen. Wij willen het eerder exclusiever gaan maken. Dat we op een gegeven moment straks met 12 man zitten. Die allemaal minimaal 1 miljoen omzet draaien. En dat we gewoon daar, dat je staat te stuiten van, holy shit, dit zijn zulke slimme en interessante mensen. Ik wil hier iets van meepakken. En dat je, wie wil er niet met als ondernemer tussen allemaal succesvolle ondernemers zitten? En waarom is zeg maar de omzet voor jullie belangrijk? Ja, dat is op zich natuurlijk gewoon een marketing dingetje. Je moet ergens je moet de meeste ambitie hebben. Het is natuurlijk moeilijk een graadmeter om te zeggen van, ja, jij hebt veel meer ambitie dan die ander. Dat is heel moeilijk te peilen. En dit is iets waarvan we wel weten, oké, je bent verder. Dus we willen elkaar niet uitleggen hoe een WordPress website werkt. We weten allemaal, iedereen heeft hier eigen personeel. Dus je hebt allemaal bepaalde fasen, zeg maar, gehad. Ja. En daardoor kan je, denk ik, heel veel van elkaar leren, omdat je... Ja, toch meestal wel verder in je business bent dan wanneer je nog een hoop. Ja, maar zijn jullie niet veel te goedkoop? Ja, misschien wel. We krijgen wel elke keer de feedback van de mensen die meegaan. Jullie prijzen moeten omhoog. Weet je wel, ik bedoel, een maand voor, wat zei je, 3400 was het toch? Ja, 37,95. Maar oké, dan nog, weet je wel, dat is toch koopje toch? Ja. Nou ja, je bent van harte uitgenodigd. Ja. Nou, hij zit geen 2,5 ton. Oh nee, sorry. Ik kan niet mee, maar ja. Maar ik lees maar er graag. Maar kunnen we wel. Ja, ik lees er graag over. Nee, maar samen redden we het denk ik net. Ja, goed. Ja, misschien dat mag. Ja, ja. Dat gaan we dan zien. Of we door de ballotagecommissie komen. Hey, maar je hebt gewoon je eigen bedrijf. Dit is erbij gekomen. Ja. Mijn cadeau. Voor wie het niet kent, wat doet Mijn cadeau?
Mijn cadeau, daar kan je eigenlijk cadeautjes personaliseren. Dus je kan een cadeautje bestellen en dan met naam of een tekst of een logo die erop kan laten zetten. Ja, daar ben je al een tijdje mee bezig. Ja. Hoe loopt dat? Ja, gaat de goede kant op. Ja, ja. Ja, die kennen we wel. Ja, nee, ja, het gaat goed. Uiteindelijk is het mooi om die twee dingen erbij te hebben. Maar mijn cadeau is wel echt mijn fulltime werk. Ja. Dus daar ben ik wel vol gas mee bezig. Dus ook als jij in Bali zit, dan is dat waar je meeste aandacht naar uitgaat? Ja, zeker. Nou, ja, dat is waar ik, zeg maar, als de rest aan het werk is, dan ben ik aan het werk aan mijn cadeau. Ja, en geef ons eens een beeld van... het idee is simpel, hè? Gepersonaliseerde cadeautjes. Dus je kunt je naam laten drukken op van alle, of namen laten drukken op van alles en nog wat, waardoor het gepersonaliseerd wordt. Ja. Het is een interessant idee. Het is gebaseerd op een webshop. Hoe run je dat bedrijf? Want dat doe je dus van afstand. Heb je mensen in dienst? Hoe werkt het met de logistiek? Hoe gaat dat? Ja, klopt. Ik heb een eigen fabriekje, om het zo te zeggen. Ja. Met ook personeel in dienst die alle bestellingen maken. En daarbij dus als je vandaag voor 4 uur een cadeautje bestelt, dan wordt die dezelfde dag door ons bedrukt en verstuurd. Dus alle voorraad is zelf in huis, de distributie is allemaal zelf. Maar het is echt letterlijk een fabriek. Dat is niet... zo zou je het kunnen noemen. Nee, maar het wordt niet, de bedrukken doen jullie echt zelf. Ja, we hebben geen extra partij of zo, dus je hoeft niet, zeg maar, al wil je veel rondreizen, want ik ga straks voor 6 weken weer naar Bali. Ja. Dan kan dat ook gewoon, je hoeft niet per se een online videocursus te runnen. Door het personeel, zeg maar, die alle bestellingen daar maakt en verstuurt. En ik stuur dat dan aan vanaf mijn laptop. Dus heb ik contact met hen. Waar zitten zij dan? In Heerhugowaard. Dus En hoe heb je dat dan gedaan? Ben je dat daar gestart? Of ben je aangesloten op een bedrijf die al deze deskundigheid in huis heeft? Nee, ik heb dit naast mijn studie ben ik hiermee begonnen. En toen deed ik eerst alles zelf. En totdat ik op een gegeven moment de bestellingen goed genoeg ging. En toen kon ik daar dan weer mensen voor aannemen. Ja, dus dat is natuurlijk wel heel erg gaaf. En dat is ook een van de... Ik ben al heel erg vaak bezig met doelen. Ik geef ook een workshop tijdens Cowork over doelen zetten. En een van mijn doelen was echt duidelijk van... Ja, ik wil vrijheid om de wereld rond te kunnen reizen. Maar ik wil ook wel echt gewoon graag werken. Ik wil niet op een strand zitten en daar... word ik helemaal gek, denk ik. Ja. Maar ja, ik vind het wel tof om de wereld te kunnen zien en te kunnen werken. En dat kan in 2017, kan dat makkelijk. Ja. En ja, waarom zou je dan niet doen? Als je hebt alleen zo'n laptop nodig. En ja, maar grappig. Helemaal eens natuurlijk, hè? Maar je hebt er wel voor gekozen. Of weet je, je keuze is wel... Het is tegelijkertijd nog best lokaal, want jouw mensen werken dus vanuit Heerhugowaard. Ja. Ik neem aan dat je ook hebt gekeken, van kan ik dat niet uit van China doen of wat dan ook. Waarom heb je er wel voor gekozen om dat verder lokaal Nederlands te doen? Ja, dat is dan weer de verzending. Dus als je vandaag iets wil bestellen... en je wilt ook morgen in huis hebben. En op termijn moet je natuurlijk allemaal vandaag besteld, vandaag in huis. Dan gaat dat vanuit China, gaat dat denk ik niet. Nee, dus jouw belangrijkste markt zit ook gewoon hier eigenlijk. Ja. Natuurlijk, want dat is de naam, is het Nederlandse. Maar ik neem aan, daar ga ik een klein beetje van uit, dat dit is in het Nederlands is voor de Nederlanders. Maar je hebt het, neem ik aan, ook voor andere talen, of niet? Of ja, je hebt natuurlijk, ik heb het zo voor België. En we hebben een Duitse site, die we dan... speciaal voor de onderbroeken dan weer hadden gemaakt. De onderbroeken? En dit is niet heel mijn cadeau. Maar dit is veel makkelijker schaalbaar. Ja. En dit is ook iets wat de bedoeling is om dit schaalbaarder te maken. Daar zit veel meer in waar ik zeg, hier wil ik keihard in schalen en wil ik in groeien. Ja. Maar met Cowork, daar willen we echt gewoon zo ongelooflijk veel bij leren en een te gekke tijd hebben. En ons netwerk, mijn netwerk, die groeit natuurlijk als kool met internationale succesvolle ondernemers. Ja, dus wat dat betreft is het voor ons echt een feestje om Cowork te mogen doen. En dan is het ook wel eens, misschien heel veel mensen zeggen dat van ja, maar dit moet je groter maken en schalen en ja, dat wil ik met mijn cadeau doen. Dat hoef ik niet met... En dat is voor hetzelfde met vertellers. Vertellers gaat als de brandweer. Die zijn nu naar Amerika, naar Denemarken en Zweden en Duitsland aan het launchen. Dan gaan ze in oktober lanceren. Terwijl Lars gewoon bij ons in Cowork zit. Dus die gaat daar ook gewoon zelf vol gas knallen. En hij is nu in L.A. om daar met andere jongens een mastermind te houden. Die meegeweest zijn met Cowork. Want uiteindelijk heb je allemaal vrienden die je daar weer... doormaken, die allemaal diezelfde mindset hebben. Dus dat houdt niet alleen op met Bali, zeg maar.
Ja, moet ik dan eigenlijk concluderen dat, dat mensen zoals jij en jouw, jouw partner in coworking, dat je eigenlijk zegt, weet je, keihard werken, bedrijf uit de grond stampen, wat jij al sinds je studietijd met Mijn Cadeau doet. Maar dat geld, weet je wel, dat is één ding. Maar we vinden het vooral ook wel heel leuk om dit soort bijzondere dingen te doen op Bali. Ja. En het is ook helemaal niet erg dat je gewoon ook de platte reden hebt. Ik wil gewoon een paar maanden per jaar daar zitten en van het leven genieten. Want dat is het toch? Ja, nou ja. Als ik jou zo hoor. Ja, nou, en deels een combinatie. Dus kijk, leven genieten, dan denken mensen die zitten met een cocktail bij het zwembad. Maar ik word light enthousiast van met andere inspirerende ondernemers samen te zitten. En daar geniet ik van. Dus als je het zo omschrijft van het leven genieten, dan zeg ik volledig ja, want... Ja, zet mij... Ik bedoel, je zou dit ook in Oost-Groningen kunnen proberen te organiseren. Zeker. Maar je hebt gekozen voor Bali. Ja, nou ja, ik ben in Azië nog wel wat andere landen geweest. En Bali, dat steekt er echt bovenuit voor mij. En ook vooral waar we zitten, is echt een plek met veel experts, veel andere ondernemers die niet alleen met ons mee zijn, maar die je daar weer tegenkomt. Dus dat is echt, daar hangt een hele goede ondernemende sfeer. En dat is, ja, dat is mooi om daar onderdeel van te zijn. En ja, dat is wel iets wat mijn mentor mij ook wel op het hart drukt. Van ja, geld winnen is heel belangrijk. Maar vergeet ook niet te genieten van die rit er naartoe. En ja, ik denk dat die twee dingen aan het combineren ben. Dat ook heel belangrijk is. Man. Ja, gaaf. Ja. We zijn eruit. Nou ja, het zijn er nog drie plekken. Dus ja, dan moeten wij samen even het geld bij elkaar. Voor oktober dan, hè? We moeten even een bedrijf beginnen waar we samen... En dan misschien, ja, voor oktober... Voor oktober hebben ze... Je hebt nog drie plekken, zag ik. Ik kreeg een pop-up dat er nog drie plekken zijn voor oktober. Dat staat er altijd. Oh, dat is altijd ik denk dat die een beetje oud is. Oh, is een beetje oud. We hebben nu nog één plek vrij. Ja, dan gaat hij naar jou. Ik denk dat jullie moeten kiezen. Daar gaat hij naar jou. Dat is het nadeel dan weer. Dat is mijn goal voor volgend jaar. Ik weet niet of ik mijn tent op afstand kan runnen. Ja, wat je nu aan het doen bent. Als je wil, kan het makkelijk. Nou, wat hij nu aan het doen is, maar wat hij meestal. Nou goed, daar hebben we het later nog over. Jij ontzettend bedankt, man. Hartstikke mooi. Ja, mooi veld. Ja, jullie bedankt voor het kijken. We hebben alle sponsors al aan het begin genoemd, maar zal ik ze nog een keertje noemen? Ja, doe je nog maar een keer. Okay. Ja. Bedankt aan PQR, zoals altijd. Het bedrijf dat ervoor zorgt dat de website van Fast Moving Targets er altijd is, altijd up and running. Jetstream, wat vroeger Streamzilla heette. Jetstream uit Groningen zorgt ervoor dat de stream altijd. Ja, betrouwbaar en mooi, et cetera, loopt. We hebben Bier & Co. voor de biertjes. We vragen altijd aan onze gasten wat ze van hun biertje vonden. Brooklyn Lager is wat jij drinkt. Je mag het ook zeggen als het niet lekker is. Ja, niet te zuipen. Hij is lekker. Moet je gewoon doen. Hij is absoluut lekker. Ja. En Freedom Lab, dat is van waaruit we uitzenden. Kijk je nu live. Blijf kijken, want zo direct praten we hier verder... in de Freedom Lab, Studio Freedom Lab ruimte. Kijk je om die man, dan weet je dat je inmiddels al een stuk of 600 of 700 of 800 uitzendingen van Fast Moving Targets, topnames kunt terugzien. We doen dit al ruim 6 jaar. Tot zo direct. Dag.